What up, groetje, kijk. Dario van Niet Te Sterk. Dario Droog, aflevering 14, jongens. Ik heb jullie veel te vertellen. Moeten bijpraten. Het is weer even geleden namelijk dat we godverdomme een video hebben gemaakt. Excuses, met Pasen lukt het allemaal niet. Maar nu zijn we er weer en we zijn godverdomme droog aan het worden. Vanochtend 94,1, mijn laagste weging tot nu toe. Dus, als je de apps zijn aan het komen, weet je, de striations, de hoefijzers, le croissant. Le croissant op de tricep is aan het komen. En dan weet je dat je droger aan het worden bent. Dus daar ben ik allemaal blij mee. Alleen, hè? Het komt natuurlijk ook met zijn neveneffecten. Want het is de 14e week dat ik aan het droogtrainen ben. Dus aankomende woensdag is over 5 dagen. Vandaag vrijdag, dat ik het film, maakt niet uit. Aankomende woensdag ben ik 14 weken precies aan het droogtrainen. Dus nu 13 weken en 2 dagen. Dat is een flinke tijd, jongens. Dat is een flinke tijd. Dus daar merken we ook het een en ander aan, toch? Wat zijn de dingen die ik merk? Ik merk dat ik nu in een fase ben. Dat ik wil dat elke calorie in mijn dieet vecht voor zijn of haar bestaan. Je moet vechten voor zijn of haar bestaan. Weet je wel, mijn lichaam op dit moment is een communistische dictatuur. Snap je? En elke calorie, weet je, er zijn geen zweverige calorieën. Weet je, er is niet iemand van, oh, ik ga een uitkering trekken of ik ga lekker thuis zitten. Nee, iedereen moet vechten voor zijn plek. Weet je wel, militairen. Weet je, het is een regime. Militair regime in mijn lichaam, toch? Dus ik moet volume eten. Ik moet gevuld zitten. Want gevulder zitten is steeds moeilijker voor mij. Ja? Dus als ik, weet ik veel, weet je, in de eerste week, ik had tijdens het droogtraining, ik had chocoladereep, ik had allemaal dat soort bullshit. Omdat ik had geen honger, mijn hongerlevels waren helemaal fucked door het bulken. Ik kon er allemaal mee wegkomen. Maar nu, ik ben al meer dan 13 weken in een deficit. Ik ben 14 kilo afgevallen. Jongens, 14 kilo. Mica nocciolini, zoals we in Italië zeggen, is niet niks. Dus elke calorie moet vechten voor zijn bestaan. Dus volume, volume, volume. Ik kom er niet meer mee weg om er niet meer volume te eten. Guys, jongen, dat is belangrijk. Vandaag natuurlijk laten zien die maaltijden. Ah, tuurlijk, je bent bij Dario Droog. Ga laten zien. Roos op dit moment op werk. Wanneer zij terugkomt vanavond, gaan we ook kijkersvragen beantwoorden. Want dat doen wij bij Dario Droog. Ik beantwoord jullie vragen van vorige video. Eigenlijk, ik beantwoord hem, maar zij stelt ze. Wat merken we nog meer? Ik merk, de trainingen gaan verrassend goed. Ik ben heel benieuwd naar bankdrukken vanavond. Of straks. Want ik ga met mijn jiu-jitsu coach trainen. Dus normaal ga ik altijd meteen in de ochtend. Maar ik ga straks met mijn jiu-jitsu coach. Weet je, hij is black belt in jiu-jitsu. Ik ben black belt in bicepologie, brada. PhD in triceps, brada. Wie is 46 centimeter? Volgend jaar 48, by the way. Abonneer nu, want volgend jaar gaan we naar 48. 48 centimeter aan omtrek. In ieder geval. Dus straks ga ik met Harun trainen. En dan ga ik ook even een stukje van filmen, even kijken hoe of wat. Maar ik zal sowieso wat stukjes filmen, mag. Maar wat merk ik nog meer? Ik merk, muziek is sterk. Ik heb muziek nodig tijdens het trainen. Straks heb ik mijn trainingspartner, misschien wil Harun een liedje voor mij zingen. Maar bij elke fucking set, ik wil heavy metal. Ik wil metal in mijn hoofd. Kijk, niet iedereen van jullie begrijpt dit. Luister, als jij in 2005, 2006, 2007 RuneScape hebt gespeeld, dan weet je, bro, weet je, Linkin Park, Slipknot, Disturbed, die shit, luister je tijdens RuneScape. Alle fucking PK-video's, weet je toch? Dan luister je die shit. En nu, weet je, het zit allemaal zo, jongens. Het zit in mijn hoofd van vroeger en mijn jeugd. Al die draadjes in mijn hersenen zitten zo geprogrammeerd. Weet je, op mijn iPod Nano of mijn iPod Classic zelfs daarvoor nog. Weet je, als mijn ouders dan beneden ruzie hadden, weet je toch, dan had ik mijn oortjes in. En dan Linkin Park, crawling in my skin. Die fucking opgekropte trauma's, weet je, dat je helemaal gek werd en dan, ik wil het niet horen. Weet je, die fucking oortjes nog harder zetten, weet je. Dat heb ik nodig tijdens mijn fucking sets om er doorheen te komen, snap je? Ik moet helemaal, niet eens tijdens mijn sets. Gisteren, ik ging stappen zetten. Tijdens de stap, ik fucking harde metal op om fucking stappen te zetten. Helemaal zo'n fucking bezeten, dus ik had een psychopaat uit te lopen. Weet je, dus muziek is een sterke voor mij, dus dat heb ik nodig. Weet je, die connectie met mijn jeugdtrauma's daar, weet je. Oh, I can't think till this before. dus die shit heb ik nodig. En verder, het gaat op zich goed, weet je. Qua kracht, ben benieuwd nogmaals naar bench straks, maar het gaat goed. Jongens, voor nu, even alleen een beetje kwark. 1 bakje kwark. En creatine. Treft, ja, dit is voor mij even nou genoeg, want ik heb geen honger in de ochtend zoals de meeste mensen. Dus ik krijg altijd de vraag, Dario, moet ik ontbijten? Nee, je hoeft niet te ontbijten. Maar kijk, als je mij vraagt. Vooropgesteld, maakt waarschijnlijk niet veel uit. Misschien 1, 2 procentjes, we hebben het over kleine dingetjes. Maar als jij mij vraagt, oké, ik wil
spiermassa maximaliseren. Ik wil alles in mijn macht doen om zoveel mogelijk spiermassa te behouden. Dan denk ik dat het wel zo handig mogelijk is om gelijk eiwitsynthese te starten. Want je hebt net geslapen. Misschien heb je ook niet meteen voor het slapen gegeten. Dus er zit best wel een lange periode dat je niet hebt gegeten. Dus als je dan meteen eet als je wakker wordt, dan start je gelijk eiwitsynthese, toch? Dus kwark is niet veel, maar is gewoon protein spike. Dus en dan lunch doe ik wat groter. Ik moet heel even kijken hoe ik mijn maaltijd nou indeel nu ik in de wat later train. Want normaal train ik altijd meteen, boom, gelijk. Maar kom maar goed, ik laat allemaal zien straks, jongens. Dus je weet toch, komt goed. Oké, jongens, zijn we de lunch aangekomen. Het is weer een paar uur verder. Net 8000 stappen gezet. En jongens, ik had er echt geen zin in. Wauw, ik had er echt geen zin in. Het was regen. Ah, ik had sowieso niet super geslapen vannacht en zo. Een beetje moe. Maar jongens, dit zijn de momenten. Dit zijn de momenten die de jongen scheidt van de man. Die de jongen onderscheidt van de man. Dit zijn de momenten dat de kampioen, de wereldkampioen in je omhoog moet komen. En dat je toch naar buiten gaat en toch 8000 stappen net in één keer gezet. Jezus fucking Christus, ouwe. Dus het was gewoon weer een uur lang rock, weet je. I wanna rock and roll all night and party every day. Zal ik daar? Die mensen denken, die buurtgekkie gaat weer even zijn rondje lopen. Godverdomme. Maar ja, ik heb het erop zitten en kijk de rest van die stappen. Ik zet altijd een paar duizend stappen ook tijdens liften en zo, weet je wel. Fucking showen, lopen, van alles en nog wat. Dus de rest van die 12k die komt wel goed. Heel misschien wil ik straks nog een kleine rondje doen, maar dat komt wel goed. Trouwens, voor de mensen die afvragen, ik eet nog steeds 3000 calorieën. Ik denk dat ik het tot het einde wel met 3000 gewoon in de goede deficit zit. Misschien dat ik iets van beweging moet gaan opvoeren op het einde nog. Maar dat komt wel, ja, dat is geen probleem. Heel misschien 2800, 2700 voor de laatste week. Heel misschien. Ligt een beetje aan van wat de weegschaal doet en hoe de spiegel eruit ziet. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk blijven eten. Dat voel ik me beter. Ik vind nu al dat 3k gewoon weinig is. Weet je, dat is elke dag dat ik denk van, oh shit, oké, ik heb alleen nog dit. Dus dan om dat te verlagen, zit ik niet echt op de wacht. En ik denk ook niet dat het hoeft, als ik zo de progressie bekijk. Nee man, lunch. Snacker Jacks. Heel pak. Dat is 100 gram. Deze eet ik heel pak. Dat doe ik. Smeerkaas bij, dus 15 plus, echt fan van smeerkaas. 17 gram eiwit, 5 gram vet. Mijn vetten zijn echt minimaal. Ik heb echt minimaal vetten, dus ik probeer zoveel mogelijk carbs en eiwit te eten. Ik probeer mijn vetten net de threshold te halen, dat mijn hormonen zo min mogelijk in gevaar komen. Dus mijn testosteron en zo. Maar ik wil mijn carbs en eiwitten zo hoog mogelijk houden. En ik eet sowieso trouwens veel meer eiwit dan de meeste mensen. Zal ik wel een keer een aparte video over maken. Ik weet het. Wetenschap zegt 1,6 keer lichaamsgewicht en max 2, maar ik zit een stuk hoger. Maak wel een keer een aparte video over, dus heeft meer uitleg nodig. Griekse yoghurt, 0,5 kilo Griekse yoghurt, ook lekker. Dus kwark, yoghurt, hè? Allebei, ik eet heel fucking veel. Dit eet ik nu ook bijna elke dag. Snoepkomkommer, dit is 400 gram snoepkomkommer, je lacht je kapot. 400 gram, dit is 50 calorieën, dus voor volume fantastisch. Ik eet sowieso heel veel groenten nu ook, groente, fruit, maar vooral ook groenten. Om dus meer te vullen, eigenlijk vooral bij avondeten, bij lunch, dat soort dingen, vind ik fijn om veel groenten erbij te eten. Gewoon puur ook volume, gezond, wat micronutriënten, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk deze dingen, bro, deze. Mwah, mwah, te amo, quanto di olio bene, ti amo. Die Fanta Zero blikjes, wauw, die sleept me door de dag heen. Aan het einde, weet je toch, soms heb ik een paar coaching calls, dan sip ik op die Fantatjes. Oh, zo'n zoete erbij. Ja, die maken het gewoon helemaal af, weet je. Dus wat hebben we hier? Ongeveer 55 gram eiwit, we hebben carbs. Ik weet nog niet of ik, want over 4 uur ga ik liften. Dus misschien dat ik nog iets kleins net voor het liften neem. Ik weet niet of dit genoeg carbs zullen zijn tot aan toe. Maar zullen zien. Kom wel goed. Dus ik probeer ook even wat dingetjes te filmen bij het liften. En we moeten nog 4 kilo's, jongens. En dan zijn we droog. Dario is droog. Wauw. Nog een paar weken, boys. Let's get it. Heb ik er zin in? Nee. Ik wil heel graag bulken. Ik wil de grootste nerdie van Nederland worden. En ik ben nou een small, een anchovis. Ik ben niks. Ik ben een garnaal. Een scharminkel. We moeten er iets aan veranderen. Tot de volgende clip. Uit, nu naar de gym. Deze Milbona protein drink. Drink even onderweg naar de gym. 15 gram carbs, 33 gram eiwit. Het is genoeg om deze sessie te knallen. Ondertussen wil ik eventjes wat vertellen over mijn training. Wat ik vanaf volgende week ga doen, vanaf aanstaande maandag. Dus vanaf aanstaande maandag is nog ongeveer 4 weken. Dus hoe droger je wordt op een gegeven moment,
hoe minder energie je voor bepaalde dingen hebt, toch? Dus in het kader van mijn training ga ik een paar dingetjes ietsjes anders doen. Kijk, eigenlijk tijdens de bulk en het roodgen is mijn training vrijwel niks veranderd. Dus de afgelopen tijd ik heb natuurlijk zoveel mogelijk dingen om proberen aan te houden. Zelfde oefeningen, ongeveer hetzelfde volume. Ik denk dat ik ietsje minder doe tijdens kutten dan tijdens bulken. Maar voor die laatste paar weken wil ik een zo voordelig mogelijke SFR, Stimulus to Fatigue Ratio. Dus ik ga waarschijnlijk wat een aantal oefeningen hier en daar verminderen in sets. Of gewoon helemaal vervangen. Dus bepaalde dingen die je totaal niet door hebt tijdens het bulken. Bijvoorbeeld een dumbbell press, weet je wel? Die dumbbells van het rek pakken, ze opladen, weet je? Warm-up, dan weer dumbbells pakken. Schijven op een machine doen, schijven pakken, schijven eraf doen, weet je? Dus dat soort dingen, showers, is allemaal extra energie die jou zeg maar niks oplevert, die jou wel vermoeid maakt. En de workouts op zich worden op een gegeven moment al redelijk vermoeiend zat, als je droger wordt. Dus dan wil je niet onnodig extra vermoeidheid krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld een chestpress apparaat waar je een pinnetje gewoon even erin doet en je kan je 3 setjes doen, 2 setjes doen, in plaats van die dumbbells pakken, dumbbells dit en dat, is dat als jij heel droog bent iets fijner. Kijk, als je aan het bulken bent, je hebt energie zat, je hebt kracht zat, dan boeit dat niks. Want ja, who gives a fuck dat je een dumbbell moet pakken? Je hebt energie voor deze toch, je hebt alle kracht van de wereld, dus jij doet je sets. Maar misschien doe ik maandag dan maar 1 of 2 sets incline dumbbell press en doe ik bijvoorbeeld 2 sets chest press. Of ik vervang de incline dumbbell press gewoon even helemaal voor die paar weken voor alleen een chest press. Dat is gewoon even een voorbeeld, hè. Dus hetzelfde zou kunnen zijn voor bankdrukken of bij barbell rows. Pak gewoon even een chest supported row machine, weet je, waar ik gewoon even snel hup erin kan doen. Weet je, dat soort kleine dingen om de workouts ietsje minder zwaar te maken. Zeg maar voor dingen die geen stimulus opleveren. Weet je, een dumbbell oppakken en op een rek zetten. Dat geeft geen extra spiermassa, maar het is wel extra vermoeidheid. En die vermoeidheid, nogmaals, is niet erg als je aan het bulken bent, want je hebt genoeg energie. Maar de laatste weken droog trainen, als gewoon alles een beetje laag energie is, is dat wel fijn. Dus of ik ga het aankomende week al doen, of die week daarop, het ligt er een beetje aan op zich. Mijn energielevels zijn nou nog wel prima. Ik ben ook nog niet zo heel droog natuurlijk. Maar dat is wel iets wat ik de komende tijd een beetje steeds meer ga implementeren. Dus gewoon de makkelijkste oefeningen, om het even zo te noemen, die het minst vermoeidheid opleveren, die ga ik vooral in mijn schema voor nu doen. Dus dat. Maar ja, dus dat is vandaag sowieso nog niet. Vandaag is het vlammen. Dus dat wil ik even vertellen. De volgende shot is in de gym. Let's get it. Oké, tricep overhead extension. Dit is een van mijn favoriete tricep oefeningen. Wat ik fijn vind om te doen, is met mijn reet tegen het paal aan. Dan heb je een soort van anker, dan ben je stabieler. En dan ga je van hoog omlaag en dan kun je maximaal kracht leveren. Dit is mijn favoriete variant om dit te doen. Hier. Als je gaat. Crunched. Ja.
Dus als je naar voren stapt, dan word je teruggeschoten, toch? Dus je reet gebruikt als anker tegen dat ding, kun je je hele lichaam erin zetten. Fucking fijn. Oh, fuck. Dat is voor jou. Mashallah. Weet je hoe het licht is, bro? Ja, wel goed op. Misschien een beetje naar voren. Meer erop vallen, man. Tegenwoordig heb jij geen licht meer nodig, bro. Is dat zo? Ja. Ja, deze is goed, hè. Toch, Chuchitero. Hè? Chuchitero, bro. Thanks, man. Geen probleem. Jongens, avondeten. Ik ben kapot. Ik ben kapot. 400 gram kip. 450 gram krieltjes. Ik eet elke dag krieltjes. Elke dag. Jongens, kan me geen kut schelen. Uit de airfryer. Ik ben wel die smoky barbecue saus zero gaan waarderen. Dus die rammen we er ook in. Oh ja, en 250 gram tomaatjes. Dus voor het avondeten, post-workout, net even gedoucht snel. Ik ga heel veel eten, want ik merk dat ik een hele crash heb in energie. Ik heb even wat energie, wat voeding nodig. En dan, als ik zo meteen weer op peil ben, doen we straks wat vragen beantwoorden. Maar nu, even eten, jongens. Hè? Godverdomme. Jongens, mijn geluksmomentje. Dit is echt mijn geluksmomentje. Dit twee zakken popcorn. Die we nou gaan eten. Uiteraard Jimmy's. Oh, dit maakt me helemaal gelukkig op dit moment. En dit is trouwens ook het grote deel van mijn vetten van de dag. Mocht jullie het afvragen. Want volgens mij is 21 gram. Ja, 21 gram vet per zak. Dus dat met die twee zakken is 42. Dit is bijna allemaal van mijn vetten. Dus ik zit nu op iets lager. Ik zit tussen de 60 en 70 gram vet vaak per dag. Dus ik wil mijn carbs en eiwitten zo hoog mogelijk houden voor performance. Dus ik haal bijna al mijn vetten uit popcorn. Wat ik grappig vind. Deze twee zakken, jongens. Dit is zo lekker, ouwe. En dan hebben we ook nog een kleine 25 gram eiwit. Protein dingetje. Dan zat ik volgens mij vandaag op 250 gram eiwit. Dus flink wat. Flink wat. En 300 nog wat carb. Dus best hoog eiwit carb. Help me met herstel en trainen. Ja, er zit popcorn in mijn keel. Godverdomme, ik ben aan het stikken. Geef me de Fanta Zero. Emergency. Wil mij niet opdrinken. Ah, we zijn weer helemaal goed. We zijn weer helemaal anabol. Roos, stel een vraag. Onder de vorige vlog was er maar één iemand die begon met Hi Roos. Dus ik heb niet eens naar de vraag gekeken, maar dat is uiteraard degene die ik ga doen. En dat is Nattegerry 3438. Hi Roos, wat is Dario's opinie op Farmer Carries als finisher? Is het de moeite waard ten over... TOV? Ten opzichte van. Oh ja, ten opzichte van. Jij was Nederlands docent. Was. Alles is al weggezakt. Ten opzichte van de belasting. Kan. Ja, het is prima. Voor grip strength. Ik doe zelf liever dead hangs, maar Farmer Carries ook. Is niks mis mee. Ik kan het zeker als finisher doen. Klein beetje traps ook, omdat ze natuurlijk wat zakken. Niet de beste voor traps, maar prima voor grip strength zeker. Ik word er zeker sterk van. Ja, van JustDXNN.
Vraagje voor de volgende aflevering. Ben best tevreden over mijn bicep peak bij flexen, maar toch wel ontevreden met de grote breedte van mijn arm in normale positie. Doe nu seated en preacher curl zoals jij Zezima ons vertelt. Wie is dat? Ga door. Ik ga niet vertellen wie Zezima is. Kan ik nu beste hammer curls er ook nog bij spammen? Ja, dus vaak inderdaad die wijdte, dat je die bicep wat wijder maakt op van het vooraanzicht. Daar helpt de brachialis heel erg mee. En hammer curls pakt die inderdaad wel goed. Dus het is zeker, het is underrated om die brachialis ook nog extra aan te pakken, zeg maar. Kijk, in principe met een bicep curl pak je ook wel de brachialis. Maar om nog iets meer aan te pakken, hammer curls, reverse curls, dat soort dingen. Al moet ik zeggen, reverse curls vooral de brachioradialis. Maar zeker een slim idee om iets waar je dus je hand zeg maar een neutral grip hebt. Dus kan ook zo cross the body, zo'n, weet je wel, dus langs je lichaam, zo deze manier met een kabel. Dat is zeker een slim idee, want die brachialis wordt echt die brachialis wordt heel erg onderschat. Dus iedereen is alleen met de peak vooral bezig, met de biceps, maar die eronder is als een push-up BH toch. Dus die duwt alles naar boven. En dan de laatste vraag, en dit is een vraag die ik eigenlijk ook heb, maar nooit aan Dario durf te stellen. Omdat soms als ik vragen stel, dan scheldt hij me uit. Dus daarom doe ik het zo. Komt het. Van, nee, het is niet zo heel erg, maar ik weet gewoon niet hoe jij hierover denkt. Van Aliet Strijder, bro, kan je alsjeblieft een video maken over rekken en strekken? Zouden mensen die 4 tot 5 keer in de week serieus gymmen moeten strekken? Zo ja, hoe? Love, hartje. Oké, dit kan een hele rant zijn voor mij. Ik wil niet zeggen dat het nutteloos is. Het kan... Het kan zeker werken. Iets voor flexibiliteit. Oké, ik ga eerst even een beetje anekdotisch. Ja? Vaak de gasten die heel veel rekken en strekken. En heel veel yoga en dat soort dingen doen. En vooral, kijk, ik zit natuurlijk in de jiu-jitsu en MMA wereld, toch? Vaak de guys die dat heel veel doen, voelen vaak slapper. Voelen altijd een beetje zo hypermobiel, flexibel. Dat is niet omdat... Mobiliteit is natuurlijk iets goed, maar mobiliteit is niet alleen flexibiliteit. Dat is... Flexibiliteit plus kracht, toch? Dus waar ik heel erg van mening ben, is... Ik pak een hele diepe stretch, een hele diepe range of motion, al mijn oefeningen. Maar ik word sterker through length, toch? Vast strekken, gewoon rekken strekken op die manier, ben ik niet super fan van. Je wilt sterk zijn in al die posities en puur een positie vasthouden en nog gewoon een stretch zo doen. Ik weet niet, dan moet je sowieso... We weten in ieder geval dat als je dat niet... constant blijft doen, dat je er niet heel veel aan hebt. En de vraag is sowieso of je er heel veel aan hebt. Kijk, ik ben meer van mening dat je je range of motion moet vergroten door oefeningen, dat je dieper te squatten, weet je wel, diepe chest press. Dus dat je door krachttraining flexibeler moet worden en door een diepe stretch traint. Maar los rekken en strekken ben ik persoonlijk niet zo fan van. En in de vechtsportwereld, de gasten die dat heel veel deden... En dit is anekdotisch. Het is niet dat ik hier een wetenschappelijke studie voor heb. Die voelde vaak een beetje weak of zo. Een beetje die yoga guys en zo. Roos vraagt als iemand, als een vrouw of zo leniger wil worden. Kijk, als jij lenig... Een vrouw of zo. Een vrouw of zo. In 2024 weet je het allemaal niet meer, toch? Ja, in die gegeven positie word je dan iets leniger. Als je bijvoorbeeld heel erg voor een split traint, weet je wel. Dan zul je leniger in die positie worden. De vraag is, ja... Heb je er heel veel aan? Kijk, lang verhaal kort, ik ben meer van mening. Train door een hele diepe range of motion, diepe stretch op elke oefening. En dat is jouw stretch, snap je? En extra nog rekken en strekken, ik vind het overbodig. Maar als het jou beter laat voelen 4 weken, dan is daar het er ook voorbij. Een end of an era. En dan gaan we zo lang bulken. Gaan we zo nee, lang... ja, echt wel. Je ging niet meer bulken. Tuurlijk wel. Ja, maar ik ga altijd bulken. Niet zo ergens vorige keer. Ik ga niet proberen om 25% te tikken. Ik ga wel bulken. Ik ga altijd bulken. Ik moet de grootste nanny van Nederland worden, Roos. Hallo. Je loopt nou naast een anchovis. Een skelet, if you will. Dus dat moet groter en groter en groter en groter. Ik moet het universum opslokken, slikken. De spieren moeten je ogen uitkomen. Voor online coaching, personal training, www.idestek-coaching.nl. En gewoon liken, abonneren, helpt mij. Dan hoef ik niet meer terug de gymzaal in. Dat is best wel relaxed, weet je wel. En dan kan je vriendin stoppen met werken. En een speciale shout-out naar de mensen die recent lid zijn geworden. Vanaf 3 euro per maand kun je lid worden op het kanaal. Krijg je niet zo heel veel voor terug. Je krijgt wat emoticons. Maar, jongens, dit is wel zo.
ik neem geen sponsors aan. Ik zeg niet dat ik nooit een sponsor aanneem, maar ik heb er dit jaar al heel wat geweigerd, wil ik even zeggen. Ja? Omdat ik gewoon zonder fucking bemoeien al mijn mening wil kunnen geven. En ik hoef geen paar honderd euro of iets meer te verdienen aan stomme supplementen en shit. Maakt niet uit, rent, daar kijken deze gasten voor, dat ik rent over het leven. Dus je mag van het 3 euro lid worden. Dan hoef ik geen sponsor. Fuck sponsors. Anyway, peace.